Het zorgvuldig kiezen van woorden. Aan je eigen keukentafel ben je daar meestal niet zo mee bezig, maar politici ontkomen er niet aan. Ik ben benieuwd hoeveel effect één woordje nou eigenlijk kan hebben en vraag dat aan presentatiecoach Lars Duursma. Ja, dan moeten we doorschrijven. Gezellig samen in de hoek. Lars, het woord framing valt te pas en te onpas. Ja. Wat bedoelen we überhaupt met dat woord? Nou, wat met framing bedoeld wordt, is dat bepaalde woorden roepen in jouw hersenen een beeld op. VVD en PvdA hebben nu al besloten dat we dus niet over de villa-subsidies mogen praten. Nou, voorzitter, de hypotheekrenteaftrek door dit kabinet, daar worden grote maatregelen genomen. Laat dat nou ook even gewoon landen. Nou, je ziet dat soort voorbeelden doorlopend. Je ziet bijvoorbeeld dat klimaatverandering en opwarming van de aarde een heel ander beeld oproepen. He, dus bij klimaatverandering denken mensen van ja, het verandert. Het is misschien wel mooi dat het verandert. Misschien hebben we weer zo'n mooie zomer. There's never been a time when the climate hasn't been changing. It's not a crisis. The climate's been changing forever and it will always change. Als je het hebt over opwarming van de aarde, ja, dan zien mensen ineens al die ijsbergen vallen. Obama said the biggest problem we have is global warming. Dan ineens zien ze zichzelf branden in die hitte die op ons afkomt. And by the way, it's supposed to be 70 degrees today. It's freezing. En wat je ziet is dat framing heel veel aandacht krijgt als iedereen het ziet. Als er iets gebeurt, een woord wordt gebruikt waarvan iedereen zegt, hoe kan dit? En een mooi voorbeeld vond ik de Telegraaf. Die had echt een voorpagina met een asielhopper-invasie. Ik stop xenofobe Telegraaf, is sindsdien trending. De kop zou gevaarlijke stemmingmakerij zijn. Krijgt heel veel aandacht, maar uiteindelijk is dat niet waar het om gaat of om zou moeten gaan. Terwijl het interessante is dat juist als je bijvoorbeeld naar de website gaat van de NOS, dan hebben ze het continu over een golf, een stroom, migranten die ons overspoelen. Hè. Dus daar wordt continu al een watermetafoor het dan gebruikt. Alles draait om water. Dat is echt de term die hiervoor, dit heet een watermetafoor. Ja, terwijl we weten dat er een aantal dingen gebeuren als je het heel vaak hebt over migranten als water. Hè. Ten eerste, we zien ze niet meer als een individu, maar we zien ze als die stroom, het dehumaniseert. Maar we zien ook dat op het moment dat er een overstroming dreigt, wat willen mensen doen? Kraan dicht, dammen opwerpen. En dat is dus precies wat je nu ook ziet bij de migratiediscussie. We worden overspoeld met asielzoekers. Het is een invasie die onze welvaart en ons land bedreigt. We moeten ons land redden. Wat je ziet bij Wilders is dat hij gaat daar wel heel strategisch mee om. Dus de kracht van een frame wordt vaak bepaald door hoe vaak het herhaald wordt. En Wilders is echt heel consequent, strategisch herhaalt hij elke keer dezelfde termen. En daarin is hij wel beter dan de anderen. Dit proces is een politiek proces. En hij had het over PVV-hatende rechters, PVV-hatende rechters, PVV-hatende rechters. En vervolgens zag je dat Ron Vrees exact die woorden heel vaak ging herhalen op televisie. Drie PVV-hatende rechters verklaren Marokkanen tot ras en veroordelen mij en half Nederland. En dat slaat dan op wat hij noemt de drie PVV-hatende rechters, dat laatste. Als hij het heeft over PVV-hatende rechters die deze uitspraak doen. Maakt eigenlijk niet meer uit in welke context hij het woord gebruikt. Het woord is gebruikt. Ja. En dat is misschien wel de kracht van een frame. Precies. Zeker omdat mensen het woordje niet wegfilteren. Dus ik kan tegen jou zeggen van je bent niet lelijk. Dan blijft toch dat woord lelijk hangen. En zo gebeurt het continu met frames. En dat gebeurt dus ook in de media. Je ziet op dit moment heel veel televisiedebatten. Dus verkiezingsdebatten waar iedereen probeert zijn verhaal goed neer te zetten. En het debat zelf wordt door heel veel mensen overschat. Want er kijken uiteindelijk niet eens zo heel veel mensen naar zo'n debat. Maar iedereen ziet wel een fragment uit het debat. En is het vaak het allerbelangrijkste dat je een moment weet te creëren dat de volgende dag in alle journaals wordt herhaald. Nou doet u het weer. Nou doet u het weer. Wij verlagen belastingen. Bij ons gaan de bedrijven minder belasting betalen dan in uw programma. U gaat enorme energieheffing invoeren. En die compenseren we aan de andere kant. En wat denkt u dat er gebeurt bij bedrijven als u dat invoert? Meneer Rutte, u doet het weer. Nu doet u het weer. Ja. Hele beroemde woorden werden dat in die campagne. En dat was dus het beeld dat de hele tijd herhaald werd. En uiteindelijk is dat veel belangrijker dan het debat zelf. Maar wat was er eigenlijk zo sterk aan nu doet u het weer? Het bevestigde het beeld van Rutte dat hij inderdaad dus een streek aan het uithalen was. En dat hij dat keer op keer op dezelfde manier deed. En kon hij ook het beeld schetsen van, kijk, ik neem het nu ook op voor jullie. Hè? Ik neem het op voor al die mensen die benadeeld worden door deze verschrikkelijke man die steeds hetzelfde trucje uithaalt. Nu doet hij het weer. Ja. En het was een frame dat ergens anders zijn kracht al had laten zien, toch? Ja, there you go again. Ja. Governor Reagan again, typically, is against such a proposal. Governor, there you go again.
There you go again, met een charmante knipoog bij de presentator van Can You Believe? Ja, en de volgende dag zat iedereen inderdaad, there you go again. There you go again. Nou doet u het weer.